in ieder geval wat mee kan. Euro 5 is de partij geanalyseerd op de normale manier. Dus in Chessbase de dingen toegevoegd. Dat kan uitgebreider, zoals je vandaag hebt gezien. Maar dat kan vooral uitgebreider als je meer ideeën hebt over hoe dat zou kunnen, hoop ik. Heb je vandaag, heb ik daar al wat dingen over gezegd, maar dat ga ik zo ook nog wat over zeggen. Naast een normale manier van analyseren heeft ze ook die vragenlijst ingevuld. Die analyse vragenlijst die in ons boek staat. En dat is eigenlijk ook wel een manier om, om op nieuwe ideeën te komen. En ook allerlei ideeën te komen hoe je dat uitgebreid zou kunnen doen. Want als je die partijnotatie, je hebt die partij ingevoerd. Je hebt een paar dingen bijgezet. En toen dacht je opschrijven, dat is eigenlijk wel het belangrijkste wat ik erover te zeggen. Toen je die hele vragenlijst had ingevuld, zou je toen nog dingen, of als je nu die normale analyse zou maken, zou je hem dan uitgebreider maken? Of zie je, of had je, laat ik het anders zeggen, toen je die vragenlijst had ingevuld, had je het idee dat het simpel was, of dacht je van, begrijp niet helemaal? Ja, het was wel simpel, want toen dacht ik ook pas echt na van, deze opening speelde hij dus, had het nog ingekund? Ja, misschien had ik er wel iets over moeten zeggen. Had ik er misschien, moet ik er volgende keer ook naar kijken. Van wat precies nou in had. Ja. En daarvoor dacht ik er echt niet. Ja, en dat is natuurlijk ook het idee van die vragenlijst. Het, een hele waslijst aan dingen waar je misschien niet aan had gedacht toen je die partij de eerste keer analyseerde. Dat is de functie van die vragenlijst. Het is ook naslagwerk in die zin. Dus als je bij iedere partij die je speelt die hele vragenlijst zou invullen, dan ben je wel even bezig. Ja, maar je kan het wel een keertje, ik kan het iedereen aanraden om het een paar keer te doen. Dus dan neem je een partij, en dan vooral een spannende partij waarin veel gebeurde, waarin veel emotie was, waarin van alles en nog wat. Als je daar zo'n die vragenlijst op loslaat, dan kun je heel veel uithalen. En daar ben je ook wel een paar uur zoet mee. Maar als je het een enkele keer doet, dan daar haal je voor, voor jezelf veel ideeën uit. En de volgende keer dat je dan in Chessbase die partij commentarieert, dan komt er alweer veel meer uit dan, een paar zinnen. Ja. En dat is trouwens een heel natuurlijk proces. Toen ik voor het eerst een partij analyseerde, toen zag het ook heel vrij beperkt uit. En hoe meer, hoe handiger je erin wordt en hoe meer ervaring je erin hebt, hoe uitgebreider die analyses worden. Want in feite kun je bij iedere zet natuurlijk wel commentaar zetten. Want bij jou zijn er 20 zetten achter elkaar geen commentaar. Hey, maar mij niet wijst dat er 20 zetten lang niks gebeurde. Ja, dus Als theorie is het. Ja, ik denk dat het onwetendheid was. Want de eerste 20 zetten was meer zo van, ik speelde omdat dat eigenlijk niet echt een idee achter was. Dat idee gaan we nu ontdekken. Nou, een paard in de hoek heeft maar 2 zetten. Als we hem opschuiven, dan wordt het natuurlijk steeds meer. Nu heeft hij er al 3. Nu heeft hij de 4. Nou, et cetera. En uiteindelijk heeft hij de 8. Nou, dat is een hele simpele manier om aan te tonen. Dan kun je met alle stukken doen. En een simpele manier om wetenschappelijk aan te tonen dat het centrum van het bord belangrijk is. Goed, dat wist iedereen al. Maar passen we het ook toe? Dat is de grote vraag. We komen nu bij de beginstelling. Ja, wat is het doel van de opening? Wat wil je in de opening? Wie wil het samenvatten? Je kunt het centrum bezetten, logisch hier. Voordeel behalen. Voordeel behalen, dat zou mooi zijn. 3 gouden regels zou ik zeggen. Dat lukt niet altijd. Toen niet. Ja, de 3 gouden regels inderdaad, en dat zijn de dingen die je kunt zo noemen. Het centrum bezetten, stukken ontwikkelen. Ja, koning veilig. Koning veilig. Oeps. Dat zijn de regels. Die regels die kent iedereen wel, of je daar 3 gouden regels noemt of niet, dat maakt voor de rest niet zoveel uit. Maar het valt me op dat niemand ze echt goed toepast. Consequent. Of je nou met E4 of D4 begint, het doel op de tweede zet is de andere zet. Dus als je met E4 begint, is het doel D4. Als je met D4 begint, is het doel E4. Dat is iets wat mensen zich vaak onvoldoende realiseren.
We weten allemaal dat het goed is om het centrum te hebben. Nou, dat heb je op een gegeven moment geleerd. Nou, je komt wat verder in het schaakje, je speelt je potjes en je speelt E4. En dan raak je in een soort automatisme, je speelt een beetje je openingsvarianten. Wat namelijk gebeurde in de partij van Unifarm is E4, D6, paard of 3. Paard of 3 is meteen al de eerste fout. Nilofar speelt wit. Ja. En waarom is dat fout? Dat ga ik nu proberen uit te leggen. Je moet principieel, het is zoals ik het schaakje zie, als je E4 hebt gedaan en je krijgt de gelegenheid om D4 te doen, dan moet je het ook doen. Want dat is je doel, je wil het centrum. Het is ook een pion in het centrum. Dat is mooi. Om nu nog het centrum te bezetten, nu met D4 kan wel, moet je na eenmaal E4 bijvoorbeeld met je dame terugslaan. Dat is dan weer onhandig. Dus een plan zou zijn C3, D4. Als je nu begint met C3, dan krijg je waarschijnlijk paard 6. Dan moet je weer reageren. Waarom is paard 3 hier wel een goede zet? Valt wat aan, ontwikkelt een stuk. Is goed. Dekt hem meestal. Bijvoorbeeld in het Spaans gooi je nu je loper eruit. Niet eens zozeer om hier te slaan en een pion te winnen. Want zwart slaat met die D-pion terug en dan heb je dame D4. Dan gooi je die twee. Die pion weer terug. Maar je zet de zwart wel een beetje onder druk. Dus de dreiging is nog niet heel direct. Het plan is daarna C3 en D4 weer om het centrum te bezetten. En dan speel je natuurlijk op de tweede set paard of 3 naar E5. Dus zodra je deze dan iets anders doet, C6 of D6 of voor mij paard E6, dan dan moet je in feite altijd D4 doen. Of je nou de theorie kent of niet, dat maakt eigenlijk niet uit. Zolang je logisch speelt, wat is logisch spelen? Dat zijn die drie gouden regels. Centrum bezetten, stukken eruit, koning veilig. Zolang je daar aan vasthoudt, kan niet veel misgaan. Dat klopt niet helemaal. Zolang je die drie gouden regels hebt en tactisch niks weggeeft, dan kan er in de opening niet zoveel misgaan. Dus het kan in de tegenstander nog zoveel theorie weten, dat maakt niet uit. Zolang je logische zetten speelt, je niks weggeven, moet het goed komen. En dat betekent dus, wat je nu al geleerd kan leren van die partij, is dat ook al speelt je tegenstander een opening die je niet kent, dan nog moet je principieel blijven spelen. Het is een uitnodiging naar de Kokan als je hier E4 zou doen. Dat zou ik in dat geval niet doen. Dus als je een D4 speler bent, dan zou ik inderdaad niet naar E4 openingen overgaan. Dat is, dus mijn vuist eigenlijk op. Klinkt leuk, maar geldt niet altijd. Ik moet het in praktisch opzicht hebben. Voor E4 spelers geldt het wel. Want als ik in mijn hoofd snel alle openingen langs ga, dan kom je niet zo snel in een D4 opening. Dus als je een goede reden voor hebt, dan is het weer goed. Maar dat is nu niet het geval. Dan blijven er nog maar twee velden open. En vaak zijn C3, F3, F6 en C6 de natuurlijke velden voor een paard. Maar met die loper, dat hangt hem helemaal vanaf waar die heen moet. Dus daarom, principieel, moet je altijd eerst paarden ontwikkelen en dan lopers. Dat is een goede, hele ouderwetse regel, die bestaat al 100 jaar. Maar eentje die nog steeds al redelijk geldt. Dus dan komt wel snel op paard C3, dat ding hangt. Nog een aardig idee waar iedereen denk ik wel wat aan heeft is, als je te braaf ontwikkelt met paard C3 en paard F3 en die twee pionnetjes in het midden, dan heb je later vaak niet echt een plan, problemen om plan te ontwikkelen. Eigenlijk heb je of je C of je F-pion nodig om tot een lekkere aanvalstelling te komen. En wat ik vaak heb in al die E4 openingen, is dat ik mijn F-pion gebruik. En Shark als D4 speler die zal eerder geneigd zijn zijn C-pion te gebruiken. Maar ik merk dat je met wit vaak een van die twee pionnen nodig hebt om
tot een iets lekkere stelling te komen.